de partijleden groeten. Hoe bent u vandaag opgestaan, mevrouw Boters? Even mevrouw Boters. Even mijn mensen groeten. Nou goed. Mm-hmm. Zoals elke morgen, ik ben opgestaan. En gaat met meneer Boters zelf? Ik denk ook goed. Waarom denkt u dat u dat niet? Goedemorgen. Dat weet ik niet. Dat zou je aan hem moeten. Goedemorgen mensen, welkom. En bedankt voor jullie ondersteuning. Goedemorgen. Hoe voelt u zich, mevrouw Boters? Ja, natuurlijk, als ik deze drukte zie en ik zie mijn partij mensen, voel ik me beter. Ik voel die ondersteuning en daar gaat het om. Ik wil even terugkomen. U geeft aan, de heer Boters is er niet. Ik nee. Dat heeft hij niet gezegd. Ik praat met mevrouw Boters, u gaat aan, hij is er niet. Nee, is er niet. Oh, waar is hij? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Gaat moet u wel contact met hem? Nee, ook niet. Hij gaat zich dus niet melden om 9 uur? Nee. Hij gaat zich niet melden? Nee. Waarom niet? Jullie weten zelf, iedereen, ik laat elkaar niet voor de gekken. Jullie weten dat het een politiek proces is. Dus ook even een politiek antwoord. Waarom houdt Nederland die dossiers? Waarom hebben ze die wraking van Kamperveen niet behandeld? Toen iedereen weet dat Kamperveen familie is. Het is toch behandeld? Nee, ze hebben het toch aan terzijde gezet? Maar hij is door. Nee, maar het is toch dan niet goed toch? Alleen al de naam zou je meneer Kamperveen eruit moeten halen. Laten we eerlijk wezen. Toen ik Boutersen leerde kennen, was Kamperveen elke dag met Boutersen. Naar het binnenland overal. Laten we eerlijk zijn, ik weet niet waarom hij boos is geworden. Maar toen heeft hij zich teruggetrokken en toen is hij bij de familie gegaan. Dan alleen zou je moeten wraken. Laten we eerlijk zijn. Dus heeft u echt genoten met advies van de advies? Dit is een politiek proces, omdat hij nog amnestie heeft. Daarom willen wij ook een politiek antwoord geven. En een politiek antwoord geef je met je mensen van de partij. Yes. En daarom zijn de mensen hier ter onder ondersteuning. Zo simpel. Wij geven een politiek antwoord. En we zeggen niet aan onze mensen, gaan jullie op straat en doen allerlei raar. Nee, ze zijn hier gekomen om Boutersen hier te ondersteunen. En het is niet de eerste keer, ik ga het nogmaals herhalen. Het is niet de eerste keer dat ze hier zijn gekomen om Boutersen te ondersteunen. Ze hebben soms maandenlang hier gehouden voor Boutersen. Hoeveel mensen verwacht u nog voor vandaag? Dat weet ik niet. Er is een oproep gedaan. Hoeveel hier zullen zijn? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. We weten dat niet. We hopen dat er meer mensen komen. Maar in elk geval, ik zie heel veel mensen van blauwgroen, de mensen die ik daar trek als NDP'er. En ik zie heel veel andere mensen van hier en daar. Anders zijn nog onderweg.